stappen. We waren al een tijdje aangekomen op het hotel. We gingen even slapen, natuurlijk eten slapen en nu begint het. Dus we gaan zo naar beneden, hè? We gaan zo naar beneden en dan moet je aan de start, so yes. Moet je even koppelkool hier zo? Leslie is hier. Ja. Yes. Mm-hmm. Look at the view. Oh my god. Ja, ja, ja. Dat wel. Dat wel. No. Oh, you have some make-up on. Ik ben echt moe. Ik weet niet wat je maakt, maar ik ben echt moe. Net wanneer ik echt kom, jullie niet kan. Ja, zo. Ik bleef wel in die telefoon. Ik kan Naomi zeg, neem op dan. Moet je pasje. You expected it in a minute, you are the most guy. You are the most sera venu. Il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est en moi et vous l'annoncera. Ainsi la gloire du Père se révèle par l'Esprit. La gloire et la puissance de Jésus se révèlent par son Esprit. Ainsi quelqu'un qui a cru le verra. Alléluia. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Ja, ik maak zo nog film, dus ik wacht wel nog even. Dus als eten, pancakes. Oh. En een bakje koffie. Yes, waar is hier melk vandaan? Melk hier. Ja, je kan gewoon van een andere tafel pakken. Et quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Hi guys, already.
Day 2. Het is dag 2. Hoe laat leven we ongeveer? 10 uur. Tot 10 uur. En ja, dag 2 is begonnen. Dag van de workshops. Dag van nog dieper in another dimension. Gisteren nacht was wel vermoeiend. Maar het was wel krachtig. Ik had toen pastor/prophetess. Betty heet ze, ja. Betty begon, like, she didn't even start, like, Namawa en Zambi. She started gelijk. She was, nee man, het was wel diep. En waar ik zeg maar veel in, ja, ik ben heel erg emotioneel voor die mij kennen, like, ik hou heel snel voor in aanwezigheid van God, weet je. En het was gewoon een stuk, zeg maar, over een bepaalde zuster, of een zuster, whatever. En er was gewoon wat met haar gebeurd. En ik weet niet, weet je. Toen ze begon te huilen, I just felt like I need to cry with her. Hoezo pijn? Ja. Heb je dat hier? Ja. Het feit gewoon dat zij zo ging huilen. Je voelde gewoon haar pijn. Je voelde haar verdriet. Wat ze heeft meegemaakt, ondanks dat jij niet daar was. Nee, man. Het begon te vloeien. Maar het was amazing. Zoals jullie hebben gezien, we hebben net wat kunnen ontbijten. Dat is ook meestal in het pakket. Dat is meestal in het pakket. Ligt eraan als mijn man naar die tegen je zegt van je gaat niet eten. Dat is echt wat de geest tegen haar zegt. Geeft bepaalde namen van bepaalde mensen die gewoon niet moeten eten tot wanneer de retreat voorbij is, zeg maar. En er zijn ook bepaalde mensen genoemd die niet mochten eten. En de rest, ja, die mocht gewoon zo gang gaan eigenlijk. Gewoon eten. Dus ja, dus nu gaan we starten. Nu hebben we ook straks hebben we ook de youth department. Hoe ik zei al met minister Leslie van Nederland zelf. Dus it's gonna be amazing. Ik neem jullie sowieso mee, dat weten jullie. En nog steeds, guys, this is something that you need to do, like, every year. Not even every year, like every month. Like, als je gewoon thuis bent, kan je ook je retreat houden. Soms als ik misschien een paar dagen vrij ben. Ik sluit mezelf echt gewoon op, weet je, even telefoon uit gewoon zetten. Als het maar één dag dat je jezelf gewoon sluit van de buitenwereld, weet je wat voor offer dat is in de ogen van God, is amazing. Dus ja, en vooral voor het eind van het jaar, weet je. Ik bedoel, God heeft ons beschermd van januari tot december. Weet je, aan wat verdien je het, weet je? Hoeveel mensen hebben wij voorbij laten gaan dit jaar? Hoeveel mensen zitten in ziekenhuizen? Of weet je, zijn gewoon dat je denkt van, wauw, en ik ben hier. Is dat gras? Is echt genade. Genade, iets wat we niet verdienen, maar toch krijgen van de Heer. Is echt, ja man, maar ik ga niet veel praten. Blijf gewoon kijken, you know. Day 2! Zo'n matisse niveau. Ja, ik ben met Naomi hier in de kamer, dus zij wil niet graag veel. Zij wil niet vaak. Zij wil niet. Geheimhouding. Oh, goodbye. Daar vind je toestemming veel goed, maar op elkaar boeten. Ze zijn geheimhoudingsplicht. Ik heb een contract met haar getekend, toch? Maar anyway. Ik kom mooi, dat komt op profetie. Nee! I
anointed. You have the power. You're the one with the weapon in your hand. Because the word of God is a double-edged sword. You're the one that's got the double-edged sword. You're the one that's more than a conqueror. Are you not the head and not the tail? Are you not the one who God says that everything works out for the good of those who love God according to His purpose? Is that not your identity? Have a certain name that people are giving us. The arrogant girl, she is not able to do it. She cannot speak. She doesn't have a degree whatsoever. But I just want. Hallelujah. So, hi, guys. Yeah. Let niet op mijn ogen, let niet op mijn gezicht. We zijn allemaal moe. Het is vandaag zondag. Om precies te zijn, de laatste dag. Het is middernacht. Oh mijn god, zaterdag was... Zaterdag was amazing. Melk? Ja. Hey. Ben je weer terug? Nou, we zijn weer op Manchester Airport. We gaan terug. Hoe was het, Naomi? Door! Doorkas. Of hoe net als die Paulina zijn, je moet gewoon zo... Ja. Hoe was het, ja? Ja. Noemde jij nou Paulina? Is toch Paulina? Oh. Oké. Nou, ik heb even een cappuccino besteld. Ik weet niet eens van welke winkel het was, maar whatever. En een pistoletje. Gevuld. Oh bro. Gevuld met bacon. En alle kaas daar. Een cap. Die van mij zit op te maken. Naomi, nou, en persoon, Naomi Dave, Naomi, yay, Elodie, reba seke, reba seke. Hey, you was with your shake, reba. Nee, ze was er niet. Dus ja, nou, aangezien de keer bekend is, hallo. Oh. Jongens, het was amazing. Het was echt, die spreker zei van, weet je, soms heb je die momenten van, iemand vraagt hoe iets is gegaan, maar omdat er geen woorden zijn om te beschrijven, dan ben je blij. Je moest daar zijn. Je moest daar gewoon zijn. Zo so next year. Next year. In dezelfde periode. Jij bent niet daar. Jij bent niet daar. Stik.
And all I am. Geliefde. Niemand zal me zalen, joh. Hoe de Heer u gemaakt heeft. Ons aan de chanté. U bent niet zomaar. Ons aan spectie aan maturité. U bent geen standbeeld voor deze wereld. Oh, 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 Psalm zegt, si vous êtes dieux, jullie zijn goden, mais vous mourrez, maar jullie zullen sterven comme des femmes, als mensen. Attends, en wanneer ik die vers lees, ik begrijp dat ik op God ben. En daarom wanneer ik bid, ik ben niet als een mens, maar ik declareer als God. Want de Heer heeft de kracht om iets te creëren. Jezus Christus zei, mijn Vader in de hemel, hij werkt. De christen die profetie, een profetisch woord, deliverance, bevrijding, prosperité, rijkdom, bon, te changer, de veranderen, de evangelie. Oh, jullie moeten niet meer zo kleden. Oh, jullie mogen dit niet eten. Je hebt geen plek. Je bent pas. Je staat niet. Je bent niet geplaatst. Je beweegt je position. Je kent je positie niet. In de kerk. Maar je weet niet wie je bent. Wie je bent. Je bent 30 jaar in de kerk. Je weet niet wie je bent. Zullen we met je mensen gaan? Heftig hier. We moeten naar buiten, het is boem donker. Neem mijn water mee. Ik kom op je vlog. Ik kom op je vlog. When you are famous. Nee hoor. Nou, namen Jester gelijk vertalen. Voor een dienaar van God. Dus ja. Zien jullie het verschil? Ik kom op je vlog. Wacht even. Retreat live. En zondag live. Zonder moe. Ik kom op je vlog. Ik ga stuk. Nee, niet boven. Geef mij water. Dus ja, hoe ik net zei dus. Ik kwam net van een. Alles goed? Wat oké? Oh, niet met deze. Je staat extra bij de licht, hè? Kijk, dus ik heb al gelezen, ik moest hem vertalen. Dus ja, ik ga nu. Waar ga ik nu naartoe? Ik ga nu even snel naar huis. Ik ga nu snel naar huis. Ja, ik ga nu even snel naar huis. Ik heb dus wat jullie net zagen was evangelist even zo'n preek te halen. Dus nu ga ik naar mijn eigen gemeente. Gemeente Rotterdam. Jullie gaan, jij komt volgend jaar naar Manchester. Ik ga volgend jaar naar waar? Jij gaat volgend jaar mee naar Manchester. Naar Manchester? Ja. Ik wil wel meegaan, maar niemand coacht mij. Ik ga jou vanaf nu coachen dan. Coach mij. Ik coach ik jou. Mee. Ik coach jou. Ben je niet mijn water? Oh, oké. Okay. Ik ga zo die vlog eindigen hoor. Ik vlog al sinds vrijdag. Kom, ga naar buiten. Buiten is meer licht. Waar zijn die dames? Ze wouden er toch in? Ik ga stuk. Oh god. Ja, als dat het komt. Nee, dat je niet als je naar de hemel bent. Maar die als je binnen. Kom, we gaan de vlog eindigen. We gaan de vlog eindigen buiten. Wat moet ik zeggen dan? Nee, joh. Baby signals me bij sorry. Nou, en. Joh, hoe lang is dat? Lekker origineel. Hoe kan dat? Sorry. Oh mijn god, dit is echt een blooper. Bro. Oké, okay, anyway. Yes. Nou, ik ga dus de vlog hierbij eindigen. We hebben de weekendvlog. We hebben de weekendvlog, de Manchester-vlog. En ook gewoon een stukje van zondag. Maar ik hou hier echt bij op. Dus wij zien jullie de volgende keer. Tot de volgende keer. Subscribe, like en share.